Nederland heeft voor de tweede keer een geldzending vanuit Suriname in beslag genomen. Deze keer gaat het om een bedrag van 4 miljoen euro die door de Republic Bank van Suriname is verzonden. Tijdens de openbare DNA-vergadering van vandaag vroeg NDP-parlementariër Amzat Abdul opheldering hierover. Ook vroeg hij naar de status van de eerste geldzending van 19,5 miljoen euro die Nederland in mei in beslag nam. Voorzitter, vorige week had ik hier een heel belangrijk onderwerp aangekaart, namelijk het in beslag nemen van de 19,5 miljoen euro door het Openbaar Ministerie van Nederland. Ik had de regering om verheldering en verduidelijking gevraagd. Ik had gevraagd van hoe het staat met onze compliance naar aanleiding van CFATF, de werkwijze met hun, wat we allemaal nog moeten doen en ook andere zaken, voorzitter. We hebben natuurlijk tot nu toe geen antwoord daarvan of daarop gehad. Voorzitter, net verneem ik weer dat weer een bedrag van 4 miljoen euro van de Republic Bank in beslag is genomen door het Openbaar Ministerie van Nederland. Het geld wordt namelijk met de KLM via Schiphol naar Piarco Airport getransporteerd en het is in beslag genomen in Nederland. Ik zou nu heel graag van de regering willen weten, indien het toelaat nu en indien het toelaat na de vergadering. Dus u stelt voor, wat is uw punt van orde? Ik stel voor, voorzitter, dat de regering nu inkomt en opheldering brengt in de zaak. En als de regering meer tijd nodig heeft, voorzitter, om dit voor ons of aan ons toe te lichten, dat we de tijd gunnen aan de regering om dit deel aan ons uit te leggen, voorzitter, want het wordt van kwaad tot erger. De coördinator van de regering, minister Suharto Mustadja, gaf aan dat hij de beantwoording van deze vragen wil overlaten aan minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Hoefdraad was echter niet aanwezig in de Nationale Assemblée en dat zorgde voor irritatie bij de parlementariërs. Oppositieleider Chandrika Persat Santokhi vindt dat de regering slecht samenwerkt. Naar aanleiding wat de coördinerende minister hier zegt, voorzitter, en u bent de vergadering begonnen namelijk door constitutioneel volgens de grondwet uit te leggen hoe die verantwoording precies ligt vanuit de regering naar het parlement en wie ter verantwoording geroepen kan worden, voorzitter. En daar zie je namelijk een schril contrast van wat de minister nu daar zegt, dat de ministers de instructie gehad hebben, de vrijheid hebben om hier antwoorden. Voorzitter, wie moet het ter verantwoording roepen? Als de ministers hier die instructie gehad hebben, dan zegt de minister ook, dat zijn de ministers die beslissen. Zo gaat het niet, voorzitter. U heeft net gezegd dat wij de regering ter verantwoording roepen en dat is de president. En de president wordt vertegenwoordigd door vicepresident. Deze houding, voorzitter, geeft aan onvoldoende coördinatie, een beetje zwakte in de regering. Dat kunnen we als parlement niet accepteren. Dat was oppositieleider Chandrika Persat Santokhi vandaag in de Nationale Assemblée. Hij ergerde zich aan de afwezigheid van minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Van de minister werd verwacht dat hij zou verklaren hoe het komt dat er weer een geldzending vanuit Suriname in beslag is genomen door het Openbaar Ministerie in Nederland. Deze keer gaat het om een bedrag van 4 miljoen euro. Bij het ter perse gaan van dit bericht was er nog geen verklaring door de regering gegeven.